Een boot die met plakband in elkaar zit, hoe kan dat nou? Ja, ja die boot die lekt een beetje. En plakband lekt niet. Hoe komt dat? Ja, dat is een gebrek aan onderhoud, denk ik. Hè. Nou, het probleem met deze flitsen is dat op het moment dat die, waar zeg maar die mast niet op staat, waar die mast op staat, als dat niet verstevigd is, dan drukt die mast door al die spanning die wij varen op die flitsen, die drukt die kielschroot naar beneden en dan komt die los van die beplating. En dan lekken ze daar doorheen. En daar hebben ze wel een aanpassingje voor gemaakt, maar niet al. Dit is een van de oudere flitsen. En die zijn dan niet zeg maar aangepast. Dus dat is nog even een winterklusje. Het wordt dus spannend of ze de finish halen met plakband. Nou, dat, zo erg is het niet. Maar ja, dat gaat wel eens los, hè? Dat plakband onder water. Dat heeft een neiging om niet tegen water te kunnen, zeg maar. U vaart zelf ook? Ja, ik vaar in een valk. Ja, ja. En die lekt niet. En die lekt niet? Nee. Nee. Er zit geen tape onder? Nee, er zit geen tape onder. Nee, nee. Nee, die is wel goed dicht. Ik kijk wel zo van, er zit wat anders onder, maar... Ja, goede verf. Ja. Nou, we zullen u niet verder ophouden met het plakken, want dat is een belangrijke klus. Ja, want u wordt erop afgerekend aan het eind van de dag, als het niet goed gegaan is. Ja, dan komt hij wel bij me om te zeuren van, het was weer niks. Ja. Krijgt u de schuld? Ja, ik krijg altijd de schuld. Maar dat is de last van papa zijn, hè? Ja. Ik heb een hond. Ja, ik ook. Dat is dubbel erg.